Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, voor deze video ga ik eventjes recht staan, want er is een kleine announcement dat ik ga maken. Deze video komt nog tussen al mijn andere video's tussendoor, dus ja, ik wil jullie graag. Ik ga 13 december, dat is op een dinsdag. Ik weet dat jullie dan waarschijnlijk school hebben. Maar ik ga dan komt een nieuwe update, de nieuwe DLC van Grand Theft Auto 5 online uit. En dan ga ik die dag eigenlijk streamen tot van 10 uur 's morgens of nee, van 9:30 of 10 uur 's morgens tot 2 of 3 uur in de middag. Ga ik dan streamen. Deze video komt er eventjes tussen. Deze video komt er eventjes tussen alle video's. Dus jullie gaan er geen last van hebben dat er andere video's worden verschoven ofzo. Dus deze video komt er even tussen. Ik ga dan die dag streamen. We gaan samen naar de update kijken en samen kijken wat er eigenlijk in de update te zien is. En deze video komt er eventjes tussen. Ik maak die op 5 december, dus ja, het is nog een weekje of zo, een weekje en 2 dagen. En de update komt uit, de DLC komt uit. Dus deze video maak ik eigenlijk tussendoor, omdat gewoon, ik wil graag met jullie de DLC gaan bekijken. En wat er allemaal eigenlijk te bekijken valt in de GTA DLC. Dus dan wil ik jullie graag uitnodigen om te komen kijken naar mijn stream. Deze video komt eigenlijk op maandag 6 december, denk ik, online. Ik wil jullie graag uitnodigen om te kijken naar mijn stream. En als jullie niet kunnen kijken, is het spijtig, maar het zou eigenlijk wel tof zijn moesten jullie komen kijken. Het wordt een heel toffe stream, ik beloof het jullie. Er gaat veel gepraat worden over de update. Er gaat misschien nog GTA gespeeld worden voor de update. En de update zelf gaan jullie ook zien in de stream. En hopelijk komen jullie kijken naar de GTA DLC die wordt uitgeleverd. En ja, hopelijk komen jullie kijken. Ik zou jullie alvast graag willen zien. Misschien is dat maar voor 10 minuten, misschien maar voor 5 minuten. Maar dit is eigenlijk de enige GTA stream om de zoveel tijd dat ik ga doen. Dus eigenlijk met de updates ga ik een stream doen. Dit is nu de eerste stream waar ik mee een update. Eerste update waarmee ik een stream kan doen. Dus ja. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Dus volgende week dinsdag om 9:30 gaan we starten met de stream. En we gaan door tot 2 uur, hopelijk. En dan zie ik jullie graag dan.